De Feyenoordvrouwen bereiden zich voor op het eerste seizoen in de Eredivisie. Vandaag is OH Leuven de tegenstander. Een geduchte tegenstander, want vorig jaar werd OH Leuven nog tweede in de Belgische competitie. En het is voor Feyenoord de derde Belgische tegenstander op rij. Want in de allereerste wedstrijd ooit werd Standard Luik met 1-0 verslagen. En vorige week won Feyenoord overtuigend met 5-1 van KRC Genk. Het is Leuven met de eerste kans van de wedstrijd, maar het rollertje van Jill Janssens is een makkelijke prooi voor Jill Duizer, de keepster van Feyenoord die vanuit de Academy is doorgestroomd. En bij Feyenoord is veel nieuwe speelsters, waaronder hier Maxime Benink, die overkwam van PEC Zwolle. Die bal blijft hangen, maar daar is Sophie Kobussen, die orde in de chaos schept. 1-0 voor Feyenoord. Kobussen met haar tweede doelpunt van de voorbereiding, nadat ze ook al scoorde in die 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Genk. De vrije trap van Van der Goorberg is op maat, maar Lynn Groenewegen kopt naast. En even later krijgt Groenewegen een herkansing als hier wordt weggestoken door Pia Rijsdijk. Maar Valeska Amporter zit daartussen. En dan is hier weer Benink, die Linde Veefkind door haar benen speelt. Maar vervolgens vindt ze geen teamgenoot met haar voorzet. Vrije trap voor Leuven. Kopbal van Kranshoff en een knappe reflex op de doellijn van Duizer. En dan lijkt het gevaar geweken, maar als Feyenoord die bal niet lekker uitverdedigt, dan waait hij er hier alsnog in. Het is de Belgische spits, Hanna Eurlings, die daar zowel Jill Duizer als de cameraman verrast. Kobussen wordt onderuit geschopt door Mertens en scheidsrechter Overtoom bestraft dat met geel. En Overtoom liet deze wedstrijd weinig toe. Maar de vrije trap die daarop volgt is dan geen gevaarlijke doelpoging. Van der Goorberg en hier is Pia Rijsdijk die nog op zoek is naar die eerste goal voor Feyenoord. Vorig seizoen speelde ze bij Napoli en ze kwam speciaal terug om voor haar droomclub Feyenoord te spelen. En dan wordt Eurlings diep gestuurd. Maar die bal blijft hangen en uiteindelijk is het hier Anouk Boshuizen die kan verdedigen. Boshuizen die vandaag de aanvoerdersband draagt. En Pia Rijsdijk blijft op zoek gaan naar het doelpunt. Eerst ziet ze hier haar inzet gekeerd worden. En ook in de volgende uitbraak vindt ze uiteindelijk te veel Belgen op haar weg. Het doelpunt blijft nog uit voor de spits van Feyenoord. Hier gaat Eurlings 1-op-1 met Jill Duizer. Maar de keepster van Feyenoord komt op tijd haar doel uit en voorkomt een achterstand. En dit is Samantha van Diemen die een sterke wedstrijd speelde. Met een aantal prachtige passes, waaronder deze. Maar deze poging van afstand betekent ook nog niet het doelpunt voor Rijsdijk. En echt grote kansen blijven dan uit als Leuven nog wel in de buurt komt van het doel van Feyenoord. Maar uiteindelijk is ook deze bal voor de keepster van Feyenoord. Maar dan opeens, dit moment. Jaren Helderman speelt die bal te zacht terug. En Jill Duizer pakt hem in de handen. En dan is de indirecte vrije trap in de 16 voor Leuven. En Duizer zorgt dat alles voor haar is dichtgebouwd. En uiteindelijk komt Leuven dan ook niet door die kluwen van Feyenoord-spelers heen. En als ook deze uitbraak van Feyenoord uiteindelijk geen doelpunt oplevert, eindigt deze vriendschappelijke wedstrijd in 1-1. Feyenoord blijft ongeslagen in de voorbereiding en gaat nog 4 oefenwedstrijden spelen voordat de Eredivisie begint. Waaronder aanstaande vrijdag op Varkenoord tegen SSS Klaaswaal. En op 3 september begint dan dus de Eredivisie voor Feyenoord, thuis tegen SC Heerenveen.